In deze zaal geeft onze volgende halve finalist straks dansles aan een heel stel peuters en kleuters. Trek hem maar over je jurkje heen aan. Maar gewoon eentje aan. Waarom mag ik? Doe maar je jasje dicht. Die even in je broek. Ik moet een t-shirt doen. Hè? Dat moet. De kinderen krijgen allemaal een t-shirt met daarop een letter. Waarmee ze met z'n allen samen de woorden finalist junior dance vormen. Als ze in de goede volgorde staan tenminste. Okay. Willen jullie met jullie rijtje iets naar achteren nu? Ze gaan hun dansjuf, onze volgende halve finalist, namelijk verrassen met dit goede nieuws. Die weet nog van niks. De kinderen trekken een vestje over het t-shirt aan, maar zodra de dansjuf er is en de kinderen in de rij staan, ritsen ze het vest weer open. En die dansjuf, dat is... Juist ja. Robin. Met haar energie spat ze van het podium en verdient ze een plek in de halve finale. Verder. Ja. Zullen we even mijn dansje doen? Ja. Ga maar in je rij staan en onthoud even naast wie je stond. Ja. Ja. En iets meer naar achteren. 3, 2, 1. Open. En omdraaien. Finalist. Wat staat er? Finalist. Junior Dance! Hey! Allemaal even applaus voor Robin, hè? Gefeliciteerd! Hoi! Oh, dank je! Hoe gaat het? Goed! Ja! Wat hebben jullie haar goed verrast, jongens? Had ze iets door? Nee! Nee, hè? Wat ik dacht echt dat het een dansje was. Ja? Je ja. Dacht, nou, er komt wat. En toen? En toen zag ik dat staan. Ik kon het eerst niet lezen. Toen dacht ik, ik zie jullie er dansen staan. Ik heb voor jou hier iets. Maak het open. Wat zal erin zitten? Ja, dat is de grote vraag, hè? Wat zal erin zitten? Hoi, Robin! Het is wel echt een champagne. Die is lekker, want die heb ik wel. Hoppakee. En dan geef ik het voor jou.